Dan, een staaltje brutaliteit van insluipers. Dat zijn natuurlijk mensen die inbreken terwijl je zelf nog thuis bent. Een voorbeeld. In Dordrecht zette een man de garagedeur vast open voor zijn vrouw, zodat ze makkelijk de fiets meteen kon wegzetten. Ontzettend attent. Zelf ging die man nog even in de achtertuin werken. Kwartiertje later komt zijn vrouw thuis. Staat er een wildvreemde man in de deuropening die er meteen vandoor gaat met de sieraden uit hun slaapkamer. Die man was zo via de garage naar binnen gelopen. Het gebeurde dus in Dordrecht op woensdag 5 augustus. Hier zien we, dankzij de bewakingscamera van de buren, hoe brutaal deze insluiper aan het Johanna Nabererf toeslaat. De man ziet dat de garage helemaal rechts buiten beeld open staat. Even naar binnen gluren, kloppen of er niemand binnen gehoorsafstand binnen is, en langzaam richting de garage om in te breken. De man is natuurlijk niet echt herkenbaar, maar droeg best opvallende kleding, en de slachtoffers zagen nog dat hij licht getint was en atletisch gebouwd. Dat Johanna Nabererf in Dordrecht is een klein doodlopend hofje. Hopelijk is de man daar woensdagmiddag 5 augustus rond 4:15 opgevallen. Kunt u meer over hem vertellen, dan horen we graag van u.